De 24-jarige student die bijna 3 weken geleden aan de Brouwersvliet verdween is wellicht teruggevonden. Om 8:30 vanochtend heeft een binnenschipper een levensloos lichaam gevonden in de Schelde, ter hoogte van het 5e havendok in de Antwerpse haven. We hebben sterke indicaties dat het hier zou gaan om de verdwenen 24-jarige Steven Mboyo. We hebben momenteel nog geen aanwijzingen dat er sprake zou zijn van verdachte elementen. We gaan een autopsie bevelen op het lichaam om uit te maken wat de precieze doodsoorzaak is en om al dan niet uit te sluiten of dat er gewelddadig opzet mee gemoeid is. De plaats waar het levenloze lichaam is gevonden bevond zich niet ver van de locatie waar op 21 februari het laatste teken van Steven Mboyo werd gevonden. Het is inderdaad zo dat de plaats van aantreffen eigenlijk op 1 à 2 kilometer gelegen is van de zendmast waar het oproepnummer van Steven de laatste maal gecapteerd is geweest. Naar de Baskische jonge Holdij, die in oktober vorig jaar ook aan de Brouwersvliet verdween, blijft het spoor intussen bijster.